Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag weer een net binnen. Een Rokko 540-314. Dit is een NS eerste klas. Zo. Maar dan een eerste klas ICK rijtuig. Ja, ik moet zelf even kijken. Dat kan ik zien aan de bankjes die erin zitten. Die zijn namelijk rood. De ICK's hebben in Nederland gereden tussen Venlo en Den Haag. En het zijn oudere Duitse treinstellen met coupés. Waarbij voor de eerste klas een aantal coupés uitgehaald zijn. En de hele boel wat opgeschoven is. Zodat de overgebleven coupés wat ruimer waren. En het eerste klas. Ik heb het idee dat ze hier niet helemaal de juiste indeling hebben. Ze hebben wel de juiste kleurbankjes. Ja, dat was natuurlijk een galerij waar je doorheen kon lopen. En ik heb hier al een tweede klas van. En ik heb nog wat ICL materiaal. Zo ben ik langzaam maar zeker een van die kleurrijke stammen aan het opbouwen zoals die toentertijd reden. Onderdelen moeten er nog op. Zitten allemaal nog in de doos. Inclusief de stukjes voor de verlichting. De metalen strips en pinnen. En ik heb wat nieuws. Een diorama wat ik heb geprobeerd te bouwen. Waar ik mee bezig ben. Waar ik mooi een trein op kan zetten. En een mooi rondje kan laten draaien. Dus dat wou ik dan ook nu laten zien. En hier staat de waarom op de diorama draaitafel. Ik wil iedereen weer bedanken voor het kijken. Ondanks dat deze weer vrij kort is. En laat commentaar achter of subscribe of like of doe het allemaal. En graag tot de volgende keer.